Hallo! Welkom in mijn woning. Jouw woning? Mijn woning, dit is mijn huis, Salem. Establishment. Huh? Jouw establishment. Ja, precies die. Welkom in Rotterdam, dit is mijn huisje, dit is mijn keuken achter me. Het is heel erg... Het is een mooie nederige stulp. Het is een mooie nederige stulp, prachtig mooi. Waar ik woon. En dat hebben we gedaan, omdat we geen zin hadden om het op HQ op te nemen. We dachten, we doen het lekker een keer, gewoon lekker thuis. Dus Salem, die woont bij mij in de hoek, daar hoor je ook niet aan hem. Nee hoor, ken je niet. Ken je niet. Maar we dachten, we gaan lekker Labo unboxen, want we hebben Labo binnen. Oh. Ja, nee, ik ben oprecht heel erg hype. Ik ben een sceptisch. Jij bent een sceptisch man. Ja, nou, over Labo. Ja, maar dat was Amador ook. Maar die is helemaal omgeslagen. Ja, dus ik wil graag omgeslagen worden. Ja, dat gaan we doen. Check Gamerset heel snel. Want wij gaan Labo in elkaar zetten. Als een soort tutorial video stijl. Ja. Misschien vandaag of misschien morgen. Nou, hou in ieder geval Gamerset elke dag. Nou, elke minuut refresh F5. Houd het allemaal in de gaten, want dat gaan we doen. Maar voordat we er zover zijn, gaan we eerst unboxen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Er staat, zul jij de doos laten zien? Nou, de voorkant heb je nu al benieuwd naar staan staren. Achterkant. Dit is zeg maar het pakket, zeg maar het multi-kit pakket. Ja, hier zit dus heel veel bouwwerk. In principe is dit alles behalve de robot, toch? Uh-huh. Je ziet die, zie je. Die zit erachter. Ja, daar, maar dat... Ja. Ja. Op een fornuis. Yes, nou, er staat op Make, Play, Discover. En hier zitten dus in... De piano, als het goed is. Of in ieder geval het bouwpakket voor de piano, voor de robot, als we misschien bij een robot. Het huisje en vissen. En de karretje. Ja, ja, die horen bij elkaar. Nee, dit is een motor. Dat hoor je bij elkaar. Dit is een motor. Dat doe je zo. Ja. Heel spannend. Nou, heel leuk. Zal ik hem opbreken? Ja, de zijkant is niet zo boeiend. Ja, de zijkant kan je nog zien wat er dan precies allemaal aan. Ja, nou, dat gaan we ook allemaal zien. Er staat ook boven Variety Kit. Multikit. En het is voor 6 jaar en ouder. Of in andere landen zeggen ze, nee, als je 0 bent, dan kan je dat ook gewoon. Ja, dan ken je dat ook gewoon. Je bent ook geen baby. Ja. Vind ik zo kinderachtig? Ja. Als je dan, Is ook. 0 plus ook echt, wat bijzonder. Ja, dus niet 0, onder de 0 dan... Dat mag niet. Daar niet. Nee, als embryo vrouwen... En je bent te hoog in beeld. Ik knip. Kleine knip, want mijn hoofd was te hoog. Ja, maar ja. We gaan verder. Wauw, wat mooi. Wat kan je dan op die cam zien? Ja, we hebben nog een cam. Wow, we zijn echt super high professional. Nou, pak jij de eerste maar wat uit, denk ik? Ja, dit is de game. Want de software is natuurlijk ook belangrijk. Dit is het spel. Want je moet natuurlijk... Je krijgt een instructiemanual. Dat is deze game naam. Of deze game doos, ik zie naam staan. Maar je kan hier dus je naam invoeren. Van wie is het? Van wie is het nou? Het is van, Net als de wikipakjes vroeger. Net als de wikipakjes vroeger, ja. En dit is dan het spelletje. Ik vind het niet zo'n heel mooi doosje. Nee, maar volgens mij hebben ze dat ook een beetje expres gedaan. Dat het meer een instructional manual is echt dan de game, toch? Ja, precies. Of zitten hier ook de software op voor de vissen en zo? Ja, ja, alles zit erop. Oh, dat is wel een beetje lelijk dan. Ja, nee, dit is nou, zo heel leuk. Nou, maakt niet uit. Getting started. Je wordt gelijk geïntroduceerd in hoe alles, hoe je begint. Dus zou ik dat gewoon even voorlezen? Nee, dat laten we niet doen. Nee, dat doen we bij het bouwen wel. Want alles is natuurlijk karton, dus alles is gewoon behalve de elastiekjes. Ja, die zijn dan gekleurd. En dit vind ik wel, dit is volgens mij het meest... complexe aan het hele verhaal. Ja, dat is het moeilijkste. Het moeilijkste. Dat is de elastiekjes, de touwtjes, dingetjes. Ja. Nou, dan heb je in principe eigenlijk verder in de doos zitten alleen maar verschillende kleuren. Om aan te geven denk ik welke het is. Dat kan je denk ik het beste zo laten zien. Op de tweede cam. Dat kan je zien, dat zijn allemaal verschillende kartonplaten, zeg maar. Waar je dat dan uit moet drukken. Ja, moet wel even één groot verschil laten zien. Linksboven in de bovenhoek zie je een A. En een lampje. En als er een lampje bij staat, betekent het dat het geen game is, maar een set om je games mee mooier te maken. Dus hier zie je bijvoorbeeld allemaal hartjes en een visje en een nootje en tijd dingetje. Dan kun je dan zeg maar, je kunt daar je Labo pakketten mooier mee maken, met upgrade. Dus dit is geen bouwpakket, dit is een upgrade pakket. De rest zijn allemaal bouwpakketten. Dus je hebt hier bijvoorbeeld de robot. Die gaan we straks als eerste maken, denk ik. Robot? Die heeft maar één plaat. Ja, dat is dat dingetje wat rond. Oh, oké, zo, die robot. Een raceautootje. Ja. Dat is dit raceautootje. Zie je ook, zo hydraulisch bestuurbaar. Zie je hier. Oh, hij is zo duur. Die heeft maar één plaat. Dus dit is een heel klein pakket. Voilà. Ja, en dan bijvoorbeeld hier, dit is dan, dat zie je ook aan de kleuren. Dan kan je dat, zeg maar, bovenin zien staat dan de A. En dan heb je daaronder de B en de C. En dat is dan dus op die volgorde waarschijnlijk ook qua instructies. En de D. Zelfs een D. Dit en een E. Welke is dit dan? En een F.
Dit is, ja, dit moet wel, denk ik dan. Wat staat er bovenin? Is dit niet motor? Oh, dit is het vissen. Dit is het vissen. Dit is gewoon 6 pakketten van. De vishengel heb je dus 6 kartonnen dingen voor nodig. Bizar. Nou, en welke is dit dan? Dit is het huisje. De woning. De woning. Dit is het, ja, het establishment. Even kijken. Die heeft er vier. Die gaat tot en met de D. Ja, eigenlijk wat opvalt is, het is wel gewoon karton. En dat is natuurlijk voor OA, mij als sceptus, is het een beetje een soort van, ja, ik heb wel betaald voor gewoon karton. Maar goed, het is wel allemaal uitdrukbaar en kleurig gecodeerd en op letters en op weet ik veel. En dit is die motor. Nou, die gaat ook allemaal door tot F. Die heeft zelfs een G. Die heeft zelfs een H. Dus die gaat door tot H. Deze gaat tot H. Dat zijn motor. Er dan 8 of zo, toch? 7 platen. 7. Heb je dan. 7 en dit is de piano. Platen. De piano is die niet het meest complexe, want daar zit ook een. Wat vet aan de piano is. Die piano is echt heel high-tech, want hij weet welke noot je aantikt. En ja, afhankelijk van waar je de reflecterende stikketjes plakt, weet hij welke noot je typt. Dus super. Nou goed, komt in andere video's komt het allemaal. Ja, dat gaat allemaal naar boven komen. Dit zijn er, even kijken, dit zijn er al 4. Dat is tot de D. En dan hebben we hier de E en de F. G. Komt er ook nog uit. Ja, de piano is ook weer complex. G en een G. Ja, tot een, of is dat een H ook? Dus dat zijn er dan ook 7. Leuk man, dit is het. Ja, dus eigenlijk qua unboxing ben je al iets vrij simpel. Je hebt gewoon een stapel karton met daarboven de game en de elastiekjes. En de, ja, dat is het. Maar het is natuurlijk uiteindelijk, als je dit in elkaar hebt gezet, heb je hier gewoon in dit pakket. Hoeveel kost dit? Het robotpakket is 80, deze is 69,95. Ja, dus dan betaal je 70 euro. Voor, in principe vind ik, krijg je daar nog best wel veel voor terug. Het is wel gewoon, ja. Het is weer gewoon wel karton, maar goed. Je krijgt wel, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 verschillende soort van spelletjes die je kan doen. En het natuurlijk, bouwen. Het bouwen is wel, dat zet stukken op de achterkant, make, play. Hij is een kont. Make, play en discover. Het is natuurlijk wel ook het hele idee, het maken is onderdeel van de customer journey. Ja, en dan het, dank je. En dan de, hoe heet het? En vooral discover is het meest complex, hè, want dan kun je dus ja. En dat is wel leuk, dat zie je ook op de achterkant. Op de achterkant zie je bijvoorbeeld hier ook iemand met een racket, tennisracket, waar hij dan een gitaar van heeft gemaakt. Dat soort complexe dingen kun je ook doen met de software. Gaan we later allemaal ontdekken. Dit was de unboxing van het Variety Kit van Nintendo Labo. Nintendo Labo. Laat even weten in deze video of in de reactie onder wat je ervan vindt of je sceptisch bent. En kijk heel snel binnenkort naar Gamers.nl, want we gaan ze allemaal in elkaar zetten. En dat doen we als hele kekke tutorial video's. Wauw. Ik heb er zin in. Ik heb er ook zin aan. Lekker. Ja, en tot snel, hè. Tot de volgende keer. Wat vond je van mijn huis? Hoor je de tram ook? Ik woon echt midden in de stad, hè. Ja, de RET. De RET. De RET. De RET. Nice.